It's all I wanna do. Chesterman, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we een potje Call of Duty Black Ops 2, spelen potje Team Damage op de map Standoff. Maar ik speelde hiervoor een potje Team Damage en kwam in een lobby op de map Jemen. Toen zat ik dus in een potje en ik speelde tegen Nick de Snikker en Drugs Smoke. Hun kenden mij dus na het potje, dus vandaar dat ik even dit potje opneem om te kijken wat we kunnen hun tegen gaan doen. Dus als jullie deze video kijken, jongens, wie weet ownen jullie, wie weet ownen jullie mij, want net hadden jullie wel een vieze tegen me gedropt. Maar er kwam dan mijn teammates zo verneukt gingen. Maar, vergeet jullie niet je blauw duimpje mogen achterlaten, helpt natuurlijk enorm. En daar is Drugsmoke en Nick heeft mij, shit. GG Nick. Maar we gaan natuurlijk kijken of we ze eventjes kunnen gaan pakken. Ik wil mijn vieze namelijk even halen. Oh, let's go. Ik word dus in mijn rug gepakt van mijn teammates ernaast staan. Dat kan allemaal. Maar ik probeer voor jullie ook zo min mogelijk team damage weer te spelen, omdat jullie dat niet echt leuk vinden. Omdat het heel kort is. Vandaar dat ik vaker domination speel, wat jullie denk ik ook wel zien aan de video's. De video's duren natuurlijk langer. En dat vinden jullie leuker. Dus vandaar dat ik het doe. En dat is niet één van hun twee. Ik had ze wel allebei, dus dat is wel sick. Oh, dat was Drugsmoke. Holy shit. Hij is een UAV. Kak. Jongens, teammate, wat doen jullie? Let's go, ik heb hem gekillt. Hij had alleen nu zijn headset heeft hij uitstaan, dat is wel jammer. Oh, mijn aim. Waar zijn al mijn teammates? Ja, ik weet, ik ben aan het campen, maar... Ah, oh, Nick de Snikker, man. Fuck you. Holy shit. Zijn naam is wel echt geniaal. Oh, Nick heeft lightning. Oké. Even uitkijken, want hij heeft hier bijna zijn V-set. Nee, en hij killt me. Nu heeft hij zijn V-set bijna. Sowieso. Kill hem even, jongens. Hij is dood. Nee, kut, hij is nog niet dood. Kill Nick even, heb hij zijn vieze dadelijk. Nee. Nick staat 12 om 1. Sowieso heeft hij nou zijn vieze binnen. Ja, ik zei het je al. Orbital. Ja, fuck dit. Ach. Het komt ook dankzij mij hoor. Ik zeg niet dat het nu komt het ook gewoon door mezelf. En mijn teammates zijn ook natuurlijk kut. Dus dan heb je gewoon een vieze om je oren. Kom jongen. Dat is het hem gewoon. Heeft hij ook nog een lightning? Tuurlijk. Nu moeten we even bezig gaan, boys. Kom op. Ach, deads zijn eigenlijk al gewoon te veel deads. Ja, en nu heb ik je Nick. Fuck off. Zijn er een Remington daar? Ik weet niet hoe lang die vieze van nu nog duurt. Ik denk dat hij nu wel weg is. Let's go, nu heb ik mijn counter in mijn UAV. Ja, let's go. Hij roept UAV en ik roep mijn counter in. Nu hebben, wij wel een UAV. Maar de enemies hebben er niks aan, want mijn counter hangt in de lucht. Even opletten, ik heb bijna mijn vieze binnen. Oh, de enemies hebben een stealth chopper. Kut. Dat ding gaat sowieso achter mij aan, dus ik kan niet meer dan hier binnen blijven zitten. Maar ik wil wel even een vieze tegen hem hebben getropt. Sniper! Kut. In
Oké, nog één kill. Komt hij naar boven. Oh nee, potje afgelopen. Ik had bijna mijn V-set. Ik had bijna mijn V-set. Nog één kill. Ik krijg echt een kutscore. 16-09 heb ik. What the fuck. Maar jongens. Zoals ik al zei, hun hebben mij gewoon geoond. Dat komt ook mede door mijn teammates. Kijk maar. Geen enkele teammate van mij staat positief. En ik ben de enige die positief staat. Dus jongens. Mocht je genoten van deze video, laat dan even je blauw duimpje omhoog achter. Drugsmoke en Nick. Super lekker gespeeld jongens. Jullie hebben een mooie visie tegen mij gedropt. Dus, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop jullie het gezien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.